clichés. Mayenoor de schouders eronder en Mayenoor troch de vrouw. Geert Tichelaar is de nieuwe streekdichter van Wat is Friesland. Op basis van 20 januari rikte Renny Veenstra de wisseltrofee en een oorkonde uit om deze nieuwe streekdichter. Ik had er zin om, dus ik ken al los. Ik weet het al zo'n hier, dus en ik hier wel wat plan betacht. Het is toch wel een eer. Ik ben naar Vrij geboren, dus het is toch wel heel mooi dat ze die dan vregen hebben ervoor. Ik had er al over genaagd wie zou het kunnen worden. En had ik hem inderdaad al een beetje, ik denk, nou, misschien gaan ze hem wel vragen, maar hij is het inderdaad ook geworden. De stichting Streekdichten Wat is Friesland is grutsk mij Tichelaar, want een streekdichter wist net samar. Uiteindelijk kiest de commissie van de stichting namelijk om de 2 jaar een eigen streekdichter, maar was er natuurlijk wel geschikt van wezen. Ja, deze dichter, hoe jong het er ik is, hij had al aardig rom. Hij had boeken schreven, gedicht maken. Ja, dat volgen we dan wel natuurlijk. We zijn er op spits. Maar hij helpt het nijs nog alles. En ja, dat is een goede dichter. Als het geen prestatie, krijgt hij een hele mooie pen. Jan-Kobus Seuninga wie 2 jaar lang de streekdichter van Wat is Friesland. Maar wat doet een streekdichter nou krijgt? Bijzondere momenten vangen in een gedicht. Er kan wat kritiek wijzen natuurlijk. Er kan ik complimenten u deelt worden via gedicht. Maar in elk geval observatie van wat er is en dat in gedichten vers lezen. Ik moest 4 gedichten per jaar aanleveren. Dus 8 in totaal. En daarnaast nog wat andere opdrachten heb ik gekregen van de gemeente ook. En van een vrijwilligersorganisatie. En er moeten gedichten zijn die een beetje met de streek of hiervan met deze gemeente te maken heeft. Mijn eerste opdracht was iets over de gemeente zelf eigenlijk. Hè. Een soort sfeerbeeld heb ik toegemaakt. Mijn handtekening van mij eronder. Nou, ik kan het bestikken, hoor. Nee, nou, ja, en als je corona, dat gaan we nog wel een beetje horen. Dus daar hoef ik net meer hoe te schreeuwen. Maar als er wat baat in de gemeente, dat ik dan hoe schreeuwen kan, dan wat dan hier de... Ja, ik zelf dan wat bedenk van, god, heb ik dan wel hoe schreeuwen wat aan de stichting dan zei van, hé, misschien is dit wat mij. Dus ja, ik denk dat het dan een heel groot verschaat is. In die zin ben ik wel vrij divers eens. Had ik dan uit mezelf dan een gedicht schreeuwen, dat is toch vaak wat uit een bepaalde emotie waai of zo. Dus ik vind het dan juist ook wel heel aardig, daar staan wat meer op de actualiteit schreeuwst. En dan komt ik een beetje, nou ja, uit een comfortzone, zeg ik maar zeggen. Dus dat is ik wel wat mij ook zo onlaken, want het is gemeentedicht schreeuwen. Wij vielen al min. Elsier is de laatste week van januari de Poëzieweek en dit jaar is het thema Mijlkwaar. De organisatie had een nieuwe streekdichter vregen om wat met het thema te dwaan en zij is zijn eerste gedicht, clichés, voor de gemeente tot stond kwam. Ik dacht eerst van ja, samen, dat is, hier is eens wat clichés, zeg maar, dus dat hier zou begonnen denken wat, nou ja, dat is eigenlijk de titel van het gedicht worden, maar uiteindelijk koek er wel wat mij. Dus ze dwanen dat ik, nou ja, dit gedicht aan Noek. Je mij erin en dit is dus dan een project wat ik dan dwaan wil, wat ik dus net zo gauw ik mezelf dwaan zoe, maar ik wil dan de laatste wazie van de mannen wil ik dan mijn gedicht op de merk rennen. Dus ik had ik mijn merkgedicht neemt. Dus en ik dacht, nou ja, dan begin ik dit keer mijn eigen, want het is net zo dat ik altijd mijn eigen gedicht erin, maar ik wil mijn gedichten van mijn vagongers, van Biegelijk Jan-Kobus. Dus dat is het idee. Wat is door die Oorskies gedicht voor ons voordracht? Gaan we doen. Waar rust eerst als bij het begin. Ik draai me om, klim omhoog, verdwijn in de wind. Tieren tank.